Urmond, neven de Terpkerk en verstoorlijk bij een Olesgraf. En we kijken eigenlijk terug op 80 jaar bevrijding in Urmond. Bij mij staat Hen Bruls. En Hen Bruls heeft afgelopen jaar een actie op touw gezet. Hen, kun je ze even aangeven, wat was dat voor een actie? Nou, die actie wordt dus een crowdfunding. Hebben we gedaan in Urmond. Een geslaagde actie trouwens. We hebben samen gedaan met Jean Tolen. En wij twee zijn dus engste familieleden van twee van de gevallenen die hier liggen. We houden dus het idee om dat graf op te knappen, te restaureren, zodat het weer ettelijke jaren weer kent. Ja. Dan heb je dus een crowdfunding gedaan, die is geslaagd. En wat heb je nu eigenlijk met het geld gedaan? Nou, het bedrag wat op is gehaald, is dus geparkeerd. En die centen op een gegeven moment, die werden ze langzaam gebruikt. We hebben al een gedeelte, hebben we al gebruikt met de eerste restauraties hier aan dingen. Bijvoorbeeld met oude helmen gerestaureerd. We hebben dus nu steentjes om het graf bij, nu bandjes. En er moet nog meer gebeuren, er moet nog een gedenkplaat komen en er moet nog een bloemenbak komen. Maar zoiets even is gekomen door praktische problemen van de leverancier. Houden we eigenlijk vandaag dat willen presenteren aan de Wermse bevolking. Maar ja, helaas is dus dat niet gelukt. Dat graf herinnert dus aan de, inderdaad aan de Tweede Wereldoorlog. Waar ligt hij eigenlijk begraven? Aan de linkerkant ligt Funs Leers. Funs, die samen met zijn kameraden vanuit Kazemat 537 de Tudderenwijk in Zittert, de grens met Duitsland, de zaak heeft bewaakt. Hij moest dus doorgeven wanneer de Pruis zou aankomen. Ze zaten met 4 of 5 man in de kazemat. Een paar zijn dus gaan vluchten. Maar Funs is met een kameraad van hem in de kazemat achtergebleven. En de woesten helaas de Duitsers wel rood met. Funs is dus in het begin, de eerste dag van de Tweede Wereldoorlog, is Funs dus gesneuveld. De middelste die hier ligt, dat is geen graaf, maar dat is een gedenkplaat voor Jean Tolen. Jean, dat wordt dus in de loop van de jaren met een vluchtschrift gesnapt op de koel. Verrooien. En Jean is opgepakt geworden van op het werk en hij is dus vervoerd naar de gevangenis in Maastricht. Vervolgens naar Vug en vervolgens via andere punten naar Mauthausen in Oostenrijk, waar hij een paar dagen voor dat het kan bevrijd worden, alsnog vermoord is geworden. De derde die hier begraven ligt is Jean Bruls. Jean Bruls wordt dus gelegerd op de Grebbeberg. En Jean Bruls is dus bij de eerste aanval van de Pruisen op de Grebbeberg, is hij dus gesneuveld, in eerste instantie zwaar gewond, is hij naar het ziekenhuis in Driebergen gebracht, waar de familie een bezoek heeft. Hij wordt dus onherkenbaar vermengd en is alsnog gestorven. We willen dus nu ter herdenking aan deze drie gevallenen, willen we dus een bloemstuk leggen namens de Urmondse bevolking. In eerste instantie wil ik even een gedicht, een oorlogsgedicht, door een van de Kenjer op de school gemaakt. Vrijheid. Ik kan nooit genoeg begrijpen hoeveel verdriet er was. Ik kan nooit genoeg meeleven. Voor al het leed wat er toen was, donkere tijden en tijden van angst. Dictatuur is een roofdier en het volk de vangst. Mensen leven in onzekerheid. Ze waren hier niet op voorbereid. Na al de verschrikkingen zijn er jaren voorbij. Maar we denken nog steeds hoe dankbaar we zijn. Wie lang gaat er door hier het plakkaat gaat komen? Heb je daar een idee van? Ja, helaas moet ik zeggen dat in de sterren geschreven is door leveranties, problemen met leveranties van het graniet. We hebben al 3 maal een datum vastgesteld en 3 maal hebben we al moeten verschuiven. En we durven nu eigenlijk geen datum meer vast te leggen. Ja. Als het dadelijk geplaatst gaat worden, over een maand, 3 maanden, weet ik veel. Wie komen de mensen van Urmond dat te weten?
Nou, we hopen dus door een bepaalde ceremonie toch van te maken met alle sponsoren en alle donateuren die dus hebben geschonken om dit mogelijk te maken. En de datum daarvan, die wordt dan vastgesteld en gepubliceerd op de website Wij Urmond, Facebook en waarschijnlijk ook nog via andere media. Vandaag, 18 september, 80 jaar geleden, werd Urmond bevrijd. Bij de vreugde van deze bevrijding willen we ook stilstaan bij enkele Urmondenaren die aan de basis stonden hiervan. De slachtoffers die gewild en ongewild hun leven opofferden. Diverse Urmondenaren waren overgeleverd aan de tirannie van de bezetter en werden slachtoffer en gaven hun leven en kwamen niet meer thuis na gruwelijke ontberingen. Aan het front of elders in den vreemde, hen die wel thuis kwamen, zij waren voor het leven getekend en getraumatiseerd. We brengen nu een bloemenhulde op dit graf van deze drie jongens. Een bloemenhulde voor alle Urmondse slachtoffers en voor alle bevrijders uit dankbaarheid namens alle Urmondse bewoners. Vrijheid krijg je niet zomaar. Vrijheid moet je verdienen. Hen mag ik hartstikke danken voor deze bijdrage. En succes dadelijk als de plakkaat bevestigd wordt.